Goeiedag. Weinig ruimte voor de zon vandaag. Er trekt namelijk een storing over ons land en dat resulteert in heel veel bewolking en van tijd tot tijd ook wat nattigheid. Nou, vanochtend is het echt een tijd lang een beetje regenachtig weer. Er zit weinig droge momenten tussen en dat hele regengebied schuift dan in de loop van vandaag langzaam naar het zuidoosten weg. Maar daarachter zitten ook nog wel een paar losse buien en die komen dan vanaf de Noordzee toch weer het land inzetten. Tussendoor echter vrijwel geen zonneschijn. Dus een beetje een sombere dag met ook niet al te hoge temperaturen nog voor de tijd van het jaar. Graad of 14 in het noorden en misschien langs de zuidwestkust plaatselijk net 17 graden. Verder waait het ook best stevig, vooral aan zee. Over het algemeen matig tot soms krachtig, een windkracht 4 tot 6. Maar de wind is best wel een beetje vlagerig ook hier en daar. Dus er zitten soms forse windstoten bij. En landinwaarts is het allemaal net wat rustiger. Daar is de wind meest matig vanuit zuid-zuidwestelijke richtingen. Ja, morgen hebben we dan alweer verbetering. Een hoger drukgebied begint zich dan weer op te bouwen in onze omgeving. En dat resulteert morgen in toch vrij veel wolkenvelden nog, maar ook af en toe al wat zonneschijn. Het is dan ook overal droog bij temperaturen van een graad of 15. En de dagen daarna komt de zon steeds beter aan bod met het hoogtepunt op vrijdag. Flink wat zon dan en gemiddeld alweer zo'n 19 graden in het land. Ik denk ook zaterdag nog wel redelijk wat zonneschijn en temperaturen rond een graad of 17. Maar dan later op de dag wederom een storing die overtrekt. En u raadt het al, daarachter zit dan weer de wat frissere lucht. En vanaf zondag komen we dan weer uit op zo'n 13 graden.